burgemeesters van Arnhem en Nijmegen hebben woensdagmiddag samen met minister Stientje van Veldhoven een woondeal getekend voor hun regio. Die moet helpen de krapte op de woningmarkt versneld terug te dringen. De woningnood in de regio is namelijk een van de hoogste van Nederland. Wat houdt die woondeal precies in? Nou, met die woondeal maken we afspraken met Arnhem, Nijmegen, maar ook de regiogemeente om versneld die grote woningnood die er ook juist in deze regio is aan te pakken. Met hele concrete afspraken over planvorming, maar ook over dat er ook een aanspraak gedaan kan worden op de middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld. Er is 2 miljard beschikbaar om de woningbouw aan te jagen, want de woningnood in Nederland is hoog. En we maken er ook concrete afspraken nu over met deze regio. Wat heel mooi is aan de woondeal is dat woningbouwcorporaties in de hele regio Arnhem-Nijmegen, dus niet alleen in Arnhem en Nijmegen, maar in de hele regio, een korting krijgen op de verhuurdersheffing van 25.000 euro per nieuwe woning. Dus daar zijn we super blij mee. Dat maakt planontwikkeling echt een stuk eenvoudiger. En met die woondeal hebben we een soort voorrangspositie in die woningbouwimpulsregeling die nu in de maak is, bijna klaar is, waar die 1 miljard in zit. Daar hebben wij voorrang. En ontzettend blij met plannen zoals hier rondom dat stationsgebied aan deze kant, maar ook aan de achterkant waar we net waren. He, waar echt ruimte wordt benut. Want je hebt natuurlijk een woning nodig, maar je moet er ook kunnen komen en weer weg. En dan is het zo dicht bij het station bouwen natuurlijk fantastisch, want dan is al het openbaar vervoer in ieder geval goed geregeld. Kijk, de omgevingsvisie die is een paar weken geleden uit het college gekomen. En dit gaat over de realisatie van die visie. Onder andere het hele stationsgebied, inclusief het station. Waar we mee aan de slag kunnen, wat we hopelijk gefinancierd krijgen met die 2000 appartementen die we hier willen bouwen. En ook het hele gebied rond het Maas-Waalkanaal. Dat is ook een belangrijk onderdeel van de woondeal. Nog heel veel andere onderwerpen, maar dat is voor Nijmegen is dat zijn echt een belangrijke plaats waar we nu echt kunnen gaan beginnen met bouwen. Er is nu al voor 500 miljoen aan plannen aangevraagd. Dus regio's weten de weg naar Den Haag goed te vinden. En ik heb er alle vertrouwen in dat ook deze regio daar flink van zal kunnen profiteren.